heren, welkom bij weer een nieuwe part van Euro Truck Simulator 2. Het is waarschijnlijk, volgens mij, als ik me zo herinner, de 8e part. Even checken, hoe doet het? En we gaan verder, waar we gebleven zijn, met onze brandbakker. Dus, laten we gaan kijken waar we gebleven zijn, rijden, en dan is het weer, dan is het weer Engels. Ik hoop dat het stuur het nog doet. Prijs per afstand. Prijs per kilometer is toch? Route, lengte, gewicht, lading, de prijs. Prijs per afstand, nou zo. 25 euro en dan gaan we van. Hebben we die al gehad? Nee. Dan gaan we van Calais naar Reims in Frankrijk. En we gaan een stuk door België. Maar dat zal de kortste weg dan zijn. Daar gaan we. Richting Reims vanaf Calais. En wat vervoeren we ook? Even kijken wat we vervoeren. Zuur. Oeh, zuur. Gadverdarrie. Dat is wel zuur. En eens even kijken. Zo. Oh, er komt geen auto aan. Te laat om mijn knipperlicht aan te doen. Zou je dat nog kunnen halen? Ja, het hebben we allemaal gehaald. Is er nog een vraagteken in Calais, zie ik nu? Zo, toen stond het heel snel stil. En wat is dit? Een man? Een man. Een mantrakdierder hebben we ontdekt. Reis door. En we gaan naar links. Wegomlegging. Nou, dat komt ook allemaal wel goed. Rotonde. Nog 300 kilometer, dat is toch nog wel best wel veel. Oh, dat voelde ik aankomen. Shit. Remmen. Oh, we hebben het goed gehouden, maar. Wat? De. Fuck. Gebeurde er? Ik sloeg bijna om.
Maar ik wist het weer te houden door het terug te sturen. Alleen toen gefiliceerd ben aan de andere kant weer om. En ik bleef het gas maar inhouden. Ik weet niet waarom, maar ik bleef het gas inhouden. Wow, die auto kwam wel hard aanscheuren. Ik denk ik rem even, want... Sheesh. En dan gaan we nu over de snelweg richting Reims. Ik ben benieuwd of er ook tolwegen in het spel zitten. Volgens mij wel, maar ik weet niet zeker. Ik ben nog nooit over een tolweg gereden. Bruxelles is hier af. Brussel. Maar dan moeten we niet naartoe. We moeten richting Reims. Richting Reims. Nou ja. Let's go. Ja, we zitten weer bijna op de 90. Dat heeft weer wat gekost. Nou ja, het heeft... Het duurt heel lang voordat je eigenlijk eens een keer weer op de 90 bent met zo'n zware vrachtwagen. Even reed ik op de lijn, nu weer. Calais is hier af in Parijs. We moeten ook niet naartoe, we moeten naar Rijn. Waar is het nou? Waar moesten we naartoe? Nou, maakt ook niet uit. Rijn is volgens mij. Dat is nog 250 kilometer hier vandaan. Nog 4 uur en 46 minuten, nu 45 minuten. Daar is Lille. Lille is hier af. Een hele mooie brug over zich heen. Hier over de snelweg. Mogen hier maar 70. Ik rij hier gewoon door. Voordat ik eigenlijk weer eens op de 90 ben, dat wordt een beetje... Hier, kijk, hier gaan we weer naar 90. Ik bedoel... Wauw. Het duurt weer eeuw voordat ik eigenlijk eens een keer weer op de 90 ben. Als je echt de snelheidslimiet aan wil houden. Nou, die bus die gaan we maar eens even inhalen. Ach nee, nee, nu moeten we remmen, mensen. Come on. We mogen hier 110. Waarom moet ik nou weer net remmen voor die auto's? Gelukkig gaat het hier weer bergafwaarts.
238 kilometer. Even kijken, want volgens mij als we hier afgaan, voor mijn richtingsgevoel, rijden wij dan helemaal verkeerd. Nee, we rijden... Ja, zie je? Even kijken, ik denk dat het toch beter... Of zullen we... We kunnen ook hier langs gaan namelijk. Even kijken hoor. Ik denk dat toch het andere sneller is. Ja. Yeah. Maar, dan gaan we verder naar de volgende part. Ik had niet zoveel tijd vandaag om een filmpje op te nemen. Maar, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ik zal hem afsluiten zo. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende Euro Truck Simulator.